Dank u wel. Zo, goedenavond. Wat een hoop mensen, wat leuk dat jullie er zijn. Ik vind het... Hey vriend, gaat het goed? Ik vind het wel grappig dat we op een avond zijn die gewijd is aan de Indo-rock en dat jullie zitten. Ik gok dat dat niet de hele avond zo blijft. Maar ik ben gevraagd om even iets te vertellen en dan is zitten net zo fijn. Dus ik wil even kort iets vertellen over dat wonderlijke fenomeen de Indo-rock. En laten we aan het begin dan ook maar meteen eventjes de paaltjes strak neerzetten. Ik wou dat het ander was, maar er zit geen druppel Indisch bloed in mijn lijf. Ik vind dat jammer. Ja, ik kom hier zo graag. Maar het is niet anders. Dus ben ik me er maar in gaan verdiepen en dan hoor ik er stiekem toch een klein beetje bij. Gelukkig ken ik jullie als een... ik zeg jullie, maar ik weet ook dat hier gewoon volbloed Hollanders bij staan. Maar ken ik de Indo's als een hartelijke groep Nederlanders en, waar ik me graag onder begeef. En ik wil eigenwijs, dus ik ben kort eventjes iets vertellen over die Indo-rock. Ik zie hier mensen die hebben het volgens mij meegemaakt. Die hebben de leeftijd dat ze die stroming meegemaakt zouden kunnen hebben. Ik zie mensen die dat zeker niet hebben gedaan. Die daar gewoon te jong voor zijn. Maar ik wil jullie toch even graag meenemen naar half jaren 50. Roerige tijden. We zitten in... Wow. Ik ben onschuldig hoor. We zitten in Nederland in de tijd van de wederopbouw. Zeg maar een jaar of 10, 12 na de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook precies de tijd dat er heel veel Nederlanders uit Nederlands-Indië, Totoks en Indo's, dus mensen van wit bloed en mensen van gemengd bloed, naar Nederland komen. En ik hoef dat allemaal niet uit te leggen hier, maar kort gezegd omdat de situatie in Indonesië onhoudbaar is. En ik vind dat een fascinerend verhaal, want je gaat volgens mij met goede moed en met opwinding naar een nieuw land. En tegelijkertijd weet je, je verlaat het land waar je geboren bent, waar je alles kent, waar je naar school gegaan bent. En je weet, het zou wel eens heel moeilijk kunnen zijn om hier terug te komen. Wat een enorm indringende reis zal dat geweest moeten zijn als je weken op die boten vanaf Surabaya, vanaf Jakarta naar Rotterdam of naar Hoek van Holland of naar Amsterdam voer. Wat een wereldreis letterlijk is dat geweest. En het bijzondere aan de Indische gemeenschap die toen met redelijk grote getalen in Nederland aankwam is dat het vanuit de Nederlanders, zoals wij de Hollanders, laat ik het zo zeggen, een redelijk probleemloos verhaal is geweest. Ik heb pas later geleerd hoe moeilijk het voor de Indo's is geweest om hier via contractpensions en via kippenhokjes en slecht eten en een minnenbehandeling op straat, om hier je draai te vinden. En de kracht van de Indo's is geweest dat ze dat zwijgend hebben ondergaan en dat ze besloten hebben, ze zullen weten wie ze negeren. Ze zullen weten wie ze negeren. En dat, ik zeg even jullie, een aantal van jullie hebben dat ook laten weten. Nou weet ik niet van alle velden in Nederland iets, maar toevallig weet ik wel iets van de muziek. En juist via de muziek is ook mijn interesse in de Indische cultuur in Nederland aangewakkerd. Je moet je voorstellen, half jaren 50, we hebben in Nederland hoorspelen op de radio van Paul van Vlaanderen. We hebben Sanseveria's in de vensterbank staan. En we eten spruitjes die toch zeker een minuut of 5 à 10 te lang in het coconut hebben gelegen. Dat is Nederland in die tijd. En dan komt daar ineens een groep Nederlanders bij die dat even lekker op kunt spicen, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk. En wat een zegen is dat geweest voor de Nederlandse cultuur. Voor de cultuur hier in Holland. Hoewel het niet misschien meteen zo zagen. En in die cultuur waar je, nou ja, waar je het eigenlijk niet veel wilder kon krijgen dan spring maar achterop van Eddie Christiani, of aan het strand stil en verlaten, of ja, noem al die twee reebruine ogenachtige liedjes, noem ze maar op, klonk daar ineens vanuit Amerika die opwindende rock and roll. Die muziek van aanvankelijk de zwarte en later ook de witte Amerikanen, de Elvis Presleys en weet ik het wie allemaal, die elke jongere een schop onder zijn kont gaf. Je ging naar de bioscoop en je zag Blackboard Jungle. Overigens, ik was er niet bij, ik ben van 1961, dus ik ben van iets later. Mag ik verder niks meer zeggen nu? Ik heb daar fantastische verhalen over gelezen. Dus moet je je voorstellen,
Blackboard Jungle voor mijn leeftijdgenoten en nog jonger, de groentjes zeg maar. Blackboard Jungle is de film waar Rock Around the Clock in gepresenteerd wordt. En in Amerika betekent Blackboard Jungle de commerciële doorbraak van rock'n'roll. Het bestond al, maar toen wist ineens iedereen na het zien van die film, wow, er bestaat zoiets als rock'n'roll. En dat wordt in Amerika vertoond. Groot succes. Rock Around the Clock een hit. Dat wordt in Engeland vertoond. Groot succes. En de eerste berichten sijpelen naar Nederland. Er is daar een film in Engeland. Het is een gekkenhuis. Mensen staan op van hun stoelen in die bioscoop, beginnen te dansen en vliegen kussens door de lucht. Dus er is wat zorg onder de Nederlandse autoriteiten. Moet zo'n film wel in Nederland vertoond worden? Natuurlijk hou je het niet tegen, dus Rock Around the Clock komt in Nederland. En dan krijgen de bioscopen te maken met de beroemde Nederlandse driehoek. De politie, de raad van bestuur, hoe heet het, de burgemeester en die grappenmakers en de voorzitters van de bioscopen. En zij moeten per plaats moeten ze een beslissing maken. Mag deze opruimende film in onze bioscopen vertoond worden? En het meest fantastische wat ik daarover gelezen heb, er zijn burgemeesters die hebben de beslissing genomen. Ja, ja. We houden het niet tegen. Rock Around the Clock gaan we laten vertonen. Wordt netjes ondertiteld, maar we doen het zonder geluid. Dus dan heb je de film die rock'n'roll presenteert, introduceert voor alle mensen en dan zit je naar een stomme film te kijken. Nou ja, uiteindelijk hou je het niet tegen. Na de film Blackboard Jungle komt meteen het vervolg Rock Around the Clock. Na dat beroemde nummer, echt een muziekfilm. En ik heb de eerste rock'n'roll artiesten in Nederland hierover gesproken. En ze zeiden, wij gingen steeds maar naar de bioscoop. Gewoon niet één keer, maar 6 keer om die film te zien. Om die muziek te kunnen horen. En om die muzikanten te kunnen zien spelen. Wij, nog jonger dan ik, kunnen het ons amper voorstellen. Maar je kon het alleen in de bioscoop horen. En daar kon je ook zien, hoe doen ze dat? Wat gebruiken ze voor spullen? Drumstel, bas, gitaar, hoe spelen ze daarop? Zagen ze in de bioscoop. Nou ben ik een gereformeerd Nederlands jongetje, mijn vader was dominee, ik ben opgevoed met een harmonium. Mijn eerste instrument was een blokfluit. Als je echt alle muzikale liefde uit een kind wilt persen, dan geef je het een blokfluit. Je hebt gewoon geen zin meer in het maken van muziek, zo'n rot ding is dat. En dat is toch een beetje waar Nederland goed in was, een harmoniumtje, een blokfluitje. Rock'n'roll ga je niet op een harmonium met een blokfluit spelen, daar heb je een gitaar bij nodig. En hier komen onze vrienden met het Indisch bloed om de hoek kijken. Waar in Nederland de blokfluit en het harmonium de belangrijkste instrumenten waren, was in Nederlands-Indië ooit de gitaar het belangrijkste instrument. Je had allemaal wel ergens een gitaartje liggen. Had mee te maken dat voordat de Nederlanders, de Portugezen op Java gekomen zijn, die hebben daar die gitaartjes geïntroduceerd, is daar het gewone instrument. Ik heb mooie oude rockers gesproken en die zeiden, ja, dan had ik een gesprek met mijn moeder. En dan zei mijn moeder, ah joh, jij speelt maar gitaar. Wil je niet piano? Wij kunnen ook piano betalen. Dat was een veel chiquer instrument. Maar nee, godzijdank zou ik bijna zeggen. Ze kozen massaal voor de gitaar. En dan komen ze naar Nederland en dan zijn ze hier en dan maken ze hier de opkomst van de rock'n'roll wereldwijd mee. En ik zal niet zeggen dat het zonder hen niet gebeurd was, maar dan zijn zij degene die als eerste, gewoon omdat ze het instrument kennen, de gitaar pakken. Die als eerste naar, weet ik het wat voor winkeltje hier in Den Haag, Servaas of West of weet ik het wat, om een elektrisch gitaartje op de pof te kopen. Een Egmond gitaar, ze trekken al krom in de folder, maar je had een elektrische gitaar en je had een oude buizenradio van je vader en daar sleutelde je wat aan en je maakte er een versterker van, dus er kwam nog geluid uit ook. Dan gingen ze rock and roll spelen. En ik heb zoveel Nederlandse muzikanten gesproken die zeiden, joh, wij stonden met onze neus tegen de ruiten van de clubs en Le Carté en de Marathon en weet ik het waar ze allemaal speelden. Om die elektrische gitaren te horen en te zien en om te zien hoe ze dat deden. Want we waren te jong, we mochten niet naar binnen, maar we zagen het en wij wilden dat ook. Ik was ooit op een presentatie waar Sjors Kooijmans, de gitarist van de Golden Earring, een prijs kreeg uitgereikt. En we hadden vanuit de organisatie bedacht
We laten even een filmpje zien van de prullen van Sjoerd Schoormans. Want wij denken wel, de Golden Earring is de oudste Nederlandse band. Is het niet. Daar zit een hele mooie groep voor, die ga je straks ook nog zien. En we lieten een stukje zien van de Tillman Brothers. En je zag Andy Tillman, de muzikanten onder ons die weten, de gitaar van de Indo-rock, dat is de Fender. Ja, maar voor de Fender speelden ze allemaal op de Gibson. Andy Tillman op televisie met een zwarte Gibson. Is het spelen. En Sjoerd Schoormans die stoot mij aan, die zei, dat was de eerste echt goede gitaar van Andy. Toen kocht hij later, kocht hij een Fender, heeft hij die gitaar, heeft hij verkocht aan Servaas. Daar heb ik hem tweedehands gekocht. En die gitaar waar je nu Andy Tillman op ziet spelen, daar heb ik Radar Love op gespeeld. En dat zegt veel over de Nederlandse muziek. Want als wij één echt hele grote Nederlandse hit moeten noemen, dan is het bijvoorbeeld Radar Love. Succes in Amerika en Australië over de hele wereld. Maar de gitaar waar het op gespeeld wordt, is de gitaar van de grondlegger van de Nederlandse rock'n'roll. En dat is Andy Tillman. En met Andy Tillman benoem ik dan eigenlijk het hele segment van de Indo-rock. En nou is er iets grappigs aan die Indo-rock. Zonder de Indo-rock, ach, dit zal vast wel een keer rock'n'roll in Nederland gemaakt zijn, maar het was een stuk lastiger geweest en het was zeker ook later gebeurd. De Indo-rockers waren de eerste. Maar in de late jaren 50 en de vroege jaren 60 had niemand enig idee wat Indo-rock was, want het heette niet zo. Die term is pas gekomen in de loop van de jaren 70 en groot geworden in de jaren 80. Als je aan een Indo-rocker vraagt, wat speelden jullie? Ja, rock'n'roll. Wij speelden rock'n'roll. En ik heb veel oude Indo-rockers gesproken en de een zegt, joh, we speelden gewoon rock'n'roll. De ander zei, nee, we deden versierseltjes dit en we deden dat, waardoor het toch ook Indisch was. Klein beetje krontjong, klein beetje mooie Indische dingetjes erin. Daar zijn de meningen over verschillend. Als je er nu op terugkijkt, is er één ding wat overblijft. Indo-rock was de eerste luid gespeelde rock'n'roll in Nederland. En het klinkt tot de dag van vandaag, klinkt het spectaculair en klinkt het kundig. De Indo-rock duurde tot half jaren 60, daarna stort het in. Zo gaat het met muziek. De ene stijl gaat en de andere stijl komt. Wat kwam er voor in de plaats? De Golden Earring die met een neus plat tegen de ruit stond te kijken hoe de Tillman Brothers het deden. Of vanuit Engeland, de Beatles, die in de clubjes in Hamburg en weet ik het waar stonden te kijken. Hoe die Indische mensen daar muziek maakten, waar zij wel... Wat zij vooral zagen waren bands die show maakten. Die niet naar hun schoenpunten stonden te staren en hun akkoordjes stonden te spelen. Maar die naar het credo van de vader van de Tillmans, die ervan uitgingen, mensen luisteren met hun ogen. Je moet show maken, je moet ze iets te zien geven. En dat is wat de Indo-rockers, die bescheten bleekneuzen uit Nederland geleerd hebben. Je moet show durven maken. En als er hier vanavond dan de rest van de avond, want ik stop mee, want we moeten naar de muziek toe. Als we hier de rest van de avond dan Indo-rock gaan horen, dan kun je afvragen, ja, is dit Indo-rock? Maakt al soms weg, hè? Maakt ook niet zoveel uit. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Zolang wij maar niet vergeten waar de Nederlandse rock and roll vandaan komt. En de Nederlandse rock and roll die komt uit de Indische kringen. Het was voor mij, omdat ik graag zoek naar waar iets begint, het was voor mij de reden om me te verdiepen in de Indo-rock en daarmee in de geschiedenis van de Indische Nederlanders. En er zijn deuren voor mij open gegaan. Ik heb een heel behoorlijke schoolopleiding gehad, wat de meeste, vrijwel alle Indo's hebben meegemaakt, had ik geen idee van. Persiap, geen idee. Zwarte Sinterklaas, geen idee. De politionele acties, ik had er wel eens van gehoord, maar ik wist er geen bal van. En er zijn deuren voor mij open gegaan die mijn blik op Nederland veranderd hebben. Aan één kant zijn de dingen afgebrokkeld en er is iets prachtigs voor in de plaats gekomen. Mijn liefde voor de Indische cultuur. En dat is de liefde die we hier in eten, in kleding, in kunst, in alles, maar zeker ook in muziek beleiden. En daarin durf ik jullie allemaal aan te spreken. Dat is waar wij hier vanavond voor zijn. En laat het nooit verdwijnen. Het is een onlosmaakbaar deel van wie wij, ik, witte Nederlander, Hollander, geen druppel Indisch bloed in mijn lijf, maakt mij rijker.
Ik ben ongelooflijk blij dat ik hier mag zijn. Ik ben hier vrijdag nog een keer. Dan kunnen we wat rustiger praten in een rustiger omgeving. Dus stel dat je er weer bent met Woody, de gitarist van de Crazy Rockers. Maar het gaat nu te ver om heel... We zitten hier voor de muziek, dus laten we naar de muziek gaan. Mensen, jullie horen de oudste mensen. Oudste leden dat we opgericht in 1959. Dat is ouder dan ik, dat is het nog steeds. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier met de Indo-rockavond. En als eerste... Sorry? Maar dat kan. U vraagt mij nu iets heel moeilijks. Ik ga. Ja, het is de band klaar. En die. Wat we. Nou, daar zijn de meningen verdeeld over. Sorry. We zijn hier voor de band. We zijn hier voor de band. Jullie gaan vanavond zien de Crazy Rockers, opgericht in 1959. Een fantastische band. Jullie gaan Erwin Java zien hier. Jullie gaan de Java Guitars gaan jullie zien. En nu als eerste het mooie jonge lood aan de prachtige boom van de Indo Rock. En ze staan al klaar. Jullie hartelijk applaus voor de Bebop Rockers!
16 jaar weer met z'n allen hier op het podium te staan. Ik weet nog wel dat wij begonnen en dat Harry Koster ons presenteerde. En wat is het dan toch geweldig om dan toch te laten zien, hè, dat die in de rock weer voortleeft. Het volgende nummer, ook een lekkere klassieker. Pretend. Pretend you're happy when you're free. It's a very hard to do. Should you so my friend? So why don't you pretend? Remember anyone could do. Isn't that this may seem? Close your eyes and should you so my friend? So why don't you pretend? You found love, you can share. Just close your eyes and show me yours, my friend. I said, why don't you pretend? We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
I just got paid. I flew